Yes mensen, dan zijn we weer. Goed dat jullie weer kijken bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. In deze video gaan we even iets leuks doen. Ik kreeg van verschillende mensen een artikel doorgestuurd en zeiden van hey Paske, kijk eens hierna, is best grappig. Probeer het even. Ik heb het ook in mijn afgelopen stream het er nog heel even over gehad. Maar het is een artikel, ik ga hem er ondertussen even bij pakken, waarin verborgen FIFA 19 tips zitten. Ja, dan denk je van ja, dat weet ik allemaal. Dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk al weet. Maar het verbaasde mij dat er wel een paar dingen in zaten. Wat ik tegen mij kreeg onder andere tijdens de afgelopen Weekend League. En dat zijn echt verschillende dingen. Sommige dingen denk ik echt van ja, boeit mij, dat heb ik ook. Maar sommige dingen zijn best wel grappig. Gewoon dat je misschien wel denkt van gaat wel onthouden. We gaan ze allemaal even doornemen. Ik heb dus nog niks van deze tips geheime trucs uitgeprobeerd. Ik heb het echt alleen gelezen. Dus we gaan ze gewoon één voor één van het artikel gaan we ze nadoen. En kijken of het echt iets is wat we misschien kunnen gaan gebruiken. Voordat we verder gaan, ook heel belangrijk. Ik wil nog steeds 50.000 abonnees halen. Ja, het gaat de laatste tijd wat sloom. Ik weet het. Maar alsjeblieft, abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Heel belangrijk. Binnenkort heel veel leuke nieuwe content. Ik tegen Papendal. Noem het maar op. Ten slotte ga ik veel opnames doen. Heel veel leuke dingen komen aan. Dus vergeet niet te abonneren en te liken. We hebben Ultimate Team even opgestart. We gaan dus kijken naar het eerste ding. 5 verborgen FIFA 19 tips waar bijna niemand vanaf weet. Nou, we gaan ze even pakken. Het komt van Reddit. Ik weet het bekend voor jullie. Het eerste wat we gaan proberen, dat is de handmatige paas. Door L1 plus R1 te combineren kun je een handmatige paas geven. Wat houdt een handmatige paas in? Dat is een paas die niet gestuurd wordt door de computer van EA. Het is dus ook niet te onderscheppen door verdedigers. Vooral nuttig bij zijwaartse paas in de 16 van de tegenstander. Oké, hoe gaan we dat testen? Ik kan zeggen van nou, we gaan squad battles doen. Maar goed, dat is natuurlijk best wel easy denk ik om dan het te testen. Het is dus eigenlijk een L1 R1 schot. Die moet je ook dus vaak handmatig doen. Dus als je een L1 R1 schot, dus een low driven doet, dan merk je ook aan het schieten dat ze heel vaak gewoon naast gaan. Dat komt omdat het een handmatig schot is, L1 R1. Dus in dit geval zou het ook zo kunnen zijn dat het natuurlijk werkt voor die paas. We gaan het in ieder geval proberen. Ik weet niet of het iets goeds is of niet. We gaan het gewoon testen. We gaan al die tips die we in beeld zien, gaan we gewoon af. En dan laat ik weten of het echt iets is natuurlijk of niet. Zo. Wat een gekke zitten. Gewoon online friendly match. Ja, friendly. Wat is dit voor gek dan? What the fuck? Oké, we spelen nu tegen een fucking zieke pro. Hij is namelijk in april 78 van de wereld maandelijks. 74 in februari. 24ste van november. Vorig jaar FIFA was hij 24ste twee keer. In mei en april 57ste van de wereld. 22ste van de wereld. What the fuck? Oké, we gaan het in ieder geval de handmatige paas. Dus dat is L1. Oké, je merkt het inderdaad wel gelijk. Want kijk maar, elke paas die komt amper aan of zo. Je moet het echt zelf controleren. Oh, best wel goed, ja. Ja, nou, ik denk nu 3-4 keer die losse paas. Ja, of ze daar nou door echt erin zijn gegaan of niet. Of ik weet het ook niet. We scoren in ieder geval 1-0 tegen een hele goede gast. Maar ja, het is niet te onderscheppen door de verdedigers als je zo'n handmatige paas doet. Dus ja. Ik weet niet goed hoe ik dit moet testen, maar goed, het zal wel. Misschien dat een van de kijkers het kan ondervinden. Misschien kunnen we ondertussen, terwijl we tegen deze gast spelen, gelijk ook stap 2 doornemen. En dat is afschermen tijdens dribbelen. De bal goed afschermen kan heel nuttig zijn bij 4v9, want dat doe je bijna altijd in stilstand, toch? Het kan ook tijdens dribbelen. Het kan zelfs tijdens het uitvoeren van skill moves. Houd L1 plus L2 in tijdens het dribbelen en voeren van skill moves om tegelijkertijd de bal af te schermen. Oké, dus ik moet een skill move doen en L1, L2 ingedrukt houden. Oké. Misschien werkt dat inderdaad. What the fuck? Het is wel heel raar wat hier allemaal gebeurt. Oké, nou, het is inderdaad wel iets apart, want je merkt, terwijl ik dit bijvoorbeeld die kroketta's doe,
Oké, het is best... Ja, best wel apart wat hier nu gebeurt inderdaad. Het is... Het werkte tot nu toe best goed. Je zag het wel, ik kwam er wel goed doorheen. En of dat nou echt zo komt door die L2 erbij, dat weet ik niet. Want het gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Maar... Oké. We gaan het nog een keer proberen. Oké, het is wel iets ziets, want je ziet het, hij kan de bal niet afpakken. Het is wel, vooral met die Mbappé, ziek hoor. Ik merkte wel gelijk wat. Heel ziek. Je ziet het, ja, ik had hem net ook natuurlijk kunnen steken, maar ik wilde, ja, hij gaat nu weg. Oeh, ongetwijfeld. Hij denkt nu ook van... Wie heb ik nou weer te maken? De god van Nederland uit Arnhem. Maar goed. Oké. Ah, sorry jongen. Kijk, zieke top 100 speler. Kansloos. En dan spelen we ook nog eens met bepaalde trucs. Maar oké, deze is wel lijp. Afschermen tijdens het dribbelen. Dus inderdaad, je doet L1 en L2 hou je ingedrukt. Deze wil ik nog eigenlijk nog een keer even testen. Ja, ik merk wel dus met die La Croqueta dat die anders is ofzo. Als die... Kijk, wat hij... Ah, slecht afgemaakt. Maar je ziet het. Ja, op het moment dat je die L1, L2 dus doet... In plaats van alleen de L1... Wat natuurlijk ook gewoon al heel goed is met La Croqueta. Of La Croqueta, hoe je het ook wilt noemen. Je merkt wel echt een verschil. En dat vind ik wel op zich wel vet. Want hij schermt inderdaad, wat ze dus zeiden, het lichaam gelijk af. We hebben denk ik wel een beetje door ja, hoe dit werkt. Je doet dus L2 eigenlijk op het moment dat je wat die Lacroquette doet met L1. Moet je L2 erbij ingetrouwen. En je merkt wel echt dat hij dan ook zijn lichaam beter afschermt. Je hebt het net een paar keer kunnen zien. Deze tegenstander is fucking irritant. Drukt om de zoveel seconden op start. Is alleen maar een balbezit bezig. Dus wat ik ga doen nu... is het volgende. Je hebt een nieuwe manier, een hele vieze tip dus om geen coins, munten te verliezen. Op het moment dat jij dus blijkbaar 3 keer een eigen goal scoort. Oké, we gaan het testen. Ik heb namelijk in de afgelopen Weekend League heb ik dat tegen mij gehad. Dus iemand scoorde 3 keer een eigen goal tegen mij. We gaan het gewoon even testen. Dus 1. En op het moment, dus als jij 3 eigen goals maakt, dus 2, disconnect je de game. En, ja, je bent uit de wedstrijd gezet omdat je te veel eigen doelpunt hebt, maar dat wist ik niet. Ik wist niet dat dit bestond. Dus het is punt 3. Maar, je krijgt dus alsnog geen los, volgens mij... Kijk, je krijgt wel natuurlijk gewoon je verlies en je vaardigheden. Oké, prima. Maar je krijgt dus geen puntenaftrek van als je zou disconnecten. Dus dat is wel een hele vieze tip. Ja, het is eigenlijk iets ja, wat best prima is, vind ik, dat ik dat deel. Want hoe vaak heb je in een Weekend League dat iemand bijvoorbeeld... Of gewoon een ander potje, dat iemand gewoon niet weggaat. En nu kan je dus eigenlijk gewoon 3 keer... Stel, je bent zoals nu, ja, bijvoorbeeld. Ik had nu nog wat door kunnen gaan, maar je bent klaar. Je scoort gewoon 3 keer een eigen goal. En je krijgt gewoon je munten. Aftrek blijft hetzelfde, weet je. Als je vooral het begin van FIFA wil je natuurlijk niet te veel disconnecten. Want je anders de munten minder krijgt na een gewonnen wedstrijd. In het begin is dat belangrijk, tenminste voor sommigen. Beste kijkers, gebruik dit als je toch klaar bent. En hoef je ook niet te disconnecten. We gaan nu de laatste twee geheime tips in squad battles proberen. Twee dingen die in mijn ogen misschien wel heel erg handig zijn. Of nou, eentje zou handig kunnen zijn en de andere is meer gewoon voor de fun. We beginnen met de snel opstaan na sliding. Ik lees even voor. Soms lijkt het wel alsof je speler oneindig doorglijdt als je een sliding ingezet. Maar dat hoeft helemaal niet. Door het knopje van de sliding te dubbeltappen, dus 2 keer snel achter elkaar in te drukken, zet jouw speler een sliding in en springt hij snel weer omhoog in plaats van dat hij lang doorglijdt. Nou, moet ik zeggen dat ik niet heel veel slidings inzet. Mbappé. Dit is een lange sliding. Heel goed, kijk. Dat kennen we. En dit is een korte. Je ziet het wel. Dus als je 2 keer op vierkantje drukt. Ik
weet niet wat die computer aan het doen is trouwens. Jij mag de bal. Dan... Je merkt het wel. Je ziet dus dat die... Als die... als je hem kort doet... Okay, nog een keer. Dit is een korte. Je ziet, je staat hier gelijk op. En dit is een lange. Oké, dan maak ik iemand onderuit. Nog een keer. Korte. Staat snel weer op, inderdaad. En een lange. Oké. Nou... Dus je kan altijd zien dat met Louise, dit was een korte weer, dit is een lange. Oké. Dus op zich is dit wel, ja, als je toch een sliding inzet, kan je net zo goed dan even twee keer vierkantje doen. Ja, tenzij je echt natuurlijk zo'n lange sliding wilt, dat je, weet je, echt zoals Ferdinand kan bijvoorbeeld echt een, ja, een flinke maai kan doen. Maar over het algemeen, ja, het ziet er wel grappig uit. Dus dit is een lange en dit is een korte. Je ziet het, hè? Ik had nu Robertson. Oké, dit is wel iets wat ik ook niet wist. Zo, ik schiet hem bijna in. Dit is wel iets grappigs, dus dat je ja, een korte en een lange sliding hebt. Ja, dit is voor die sliding van net. Maar ik wist niet of jullie dit wisten. Ik wist het niet. Snel opstaan na sliding. Ja, best wel goeie. Want je hebt inderdaad wel soms dat je iemand wilt sliden. En dat je dan, ja, dat het wel echt een hele lange schuif is. Vooral met zo'n Ferdinand of Fiera of zo. Dus als je sliding doet, twee keer vierkantje. Lijkt me prima. Dan gaan we gelijk door naar de laatste. En dat is reactie na tegengoal. Dat wist ik ook niet. Je kan dus, als je een tegengoal hebt gehad, met de L1 ingedrukt houden. En dan met de D-pad. Dat zijn dus die links knopjes naast de stick. Daarmee kan je dus een reactie laten weten aan je tegenstander. We gaan het even testen. We krijgen dus nu een tegengoal. Dan krijg je een aftrap. Dan moet je L1 ingedrukt houden. En dan pelt je naar boven en dan ga je klappen. Oké, dat is grappig. Zie je, tegenstander klapt ook echt. Of wij klappen in dit geval. Als je het nog een keer doet, steek je een duim op. En nog iets, ga je weer klappen. Ja, oké. Nou, dat zijn dus positieve reacties. Dus stel tegenstander, ja, ik zet er even te denken. Stel hij scoort een goal of hij scoort de 3-1. En je wilt even tijd trekken, dan kan je even gewoon laten weten van, nou, ik ben tevreden met je. Gewoon even iets voor de fun of zo. Ik weet niet wanneer ik het ooit zou doen, maar ja. Het is wel grappig natuurlijk als je hem wilt tijdrekken of zo, dat je iemand, dat je dan gaat klappen van sarcastisch van je bent goed bezig of zo. Maar dan hebben we, als we het pijltje naar L1 ingedrukt houden naar links en naar rechts en onder, dan zijn we boos. Dus naar links is, oh, even kalm aan. Nog een keer naar links, wat doet hij dan? Zijn armen wijd, oké. Even kijken, naar onder. Deze ook weer, ja. Nou, maar je hebt het in ieder geval gezien. Ik wist niet dat dit kon. Pijltje boven denk ik gewoon het mooiste. Dat je even sarcastisch zegt van goed bezig. Even klappen. Ja mensen, dat waren ze dus. Welke vond jij het meest handig? Ik denk het leukste is misschien nog dat duimpje mogen klappen als tegenstander gescoord. Die korte sliding, dus twee keer vierkantje, is misschien wel handig. En het beste vond ik nog wel die L1, L2. Met de laakpakketten voornamelijk heb ik nog getest. Misschien zie ik wel goed met andere trucjes. Maar die ga ik echt vaak proberen. Die L1, L2 en dan laakpakketten. Ja, de balaannames zijn sterker. Hij gooit zijn lichaam in. Er gebeuren dingen die je eigenlijk ja, niet van tevoren kan verzinnen misschien. Dus ja, ik vond het heel erg ja, grappig. Laat ook even weten welke jij het leukst vond, welke je nog niet wist of dat je dit sowieso tof vond. Dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Ciao.